De bedoeling is om een film te maken, ongeveer 30 minuten denk ik, in verschillende delen en acht delen, waarbij we de hulp van het publiek inroepen, de creativiteit van het publiek, om het scenario daarvan op een of andere manier te schrijven en tegelijkertijd ook te verfilmen. Dat is het in het kort, maar om het een beetje preciezer uit te leggen, Kim van Kooten heeft 3 minuten, 4,5 bladzijden geschreven van een filmscenario, waarin 8 karakters worden geïntroduceerd, 4 mannen, 4 vrouwen. En dat dus na drie, vier minuten stopt. Daar zijn dan onbeantwoorde vragen, er zijn geheimzinnigheden, en het publiek moet daar dus op doorborduren. Het idee is dus dat het publiek de tweede, derde enzovoort aflevering schrijft. Kim heeft de eerste geschreven, het publiek moet erop doorschrijven. Die scenario's die ze dan op het internet zetten, en wij ook op het internet zetten, die ze naar ons toesturen, die worden door ons bekeken. En de beste daarvan, of stukken van de daarvan, worden opnieuw tot een nieuw scenario samengevoegd. Dat de tweede aflevering moet worden. Tegelijkertijd, dus wel bepaalde mensen schrijven, dus het tweede aflevering schrijven enzovoort, wordt het publiek ook gevraagd om te filmen. En wel de eerste aflevering, de 3 minuten die Kim heeft geschreven. Dus die wordt door het publiek, scholen, met academies, worden die door het publiek gefilmd. Als dat allemaal klaar is, dus als al die filmpjes zijn gemaakt een paar weken later, dan komen die dus ook bij ons terecht. Kijken we daar naar. In een samenstelling die zowel gebruikt al de scenario's als wel al de filmpjes, maak ik een officiële, als je dat wil noemen, een professionele aftekening van 3 minuten met door mij gekozen professionele of niet professionele acteurs, actrices en crewmembers. Dus ik film